Pakketje! Yay! Don't open it with knives! Nog een pakketje! Zo. Het is een beetje onhandig dat ik dit met één hand moet doen nu. Succes met kaften allemaal! Het zijn de schoolboeken. Yes! Voor de mensen die het willen weten, ik heb aardrijkskunde, 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 wiskunde antwoordenboekje, wiskunde, Frans, biologie antwoordenboekje, filosofie, Frans, filosofie. Ik heb talent, dat wist ik zelf ook niet, maar blijkbaar heb ik talent. Grappig is ook altijd dat je dit soort, je ziet altijd de YouTubers die gaan dit zo showen. En die hebben dan tot het laatste boek niet door dat het in spiegelbeeld staat. Maar hier staat talent, maar dan met een uitroep. Oké, laat maar. Sorry. Een wool de biologie. Dat was het eigenlijk. En dan hebben we nog een doosje. Oké, dit is misschien niet heel goed. Dan krijg ik King Alert weer die zegt, nee, dat moet je niet met een mes openmaken. Nou, wij doen het gewoon lekker wel. Oké, dat was dat. Ook grappig dat mijn Nederlands boek dus talent heet. Nou, als er iets is wat leerlingen niet ervaren na hun Nederland-examen, is dat ze talent hebben. Hetgeen dat altijd handig is, is als het je eerste jaar is op school en dan beslis je of je boeken gaat kaften. Achterop je boeken staat vaak of je het boek mag houden of dat je het niet mag houden. En als je het mag houden, dan hoef je het natuurlijk niet te kaften. Want dan mag je het uiteindelijk gewoon verscheurd en wel in je boekenkast leggen en er nooit meer iets mee doen. Dus dat scheelt weer. Dit is ook wel een mooi boek. Dit is mijn filosofieboek. En dat is super leuk, want voor filosofie hebben we ook gewoon een lesboek. En dus ook een boek met teksten. En dus als je echt nog wat meer wilt nadenken, kan je dit boek ook lezen. En waarschijnlijk komen hier ook vragen over in het examen. Maar dan heb je gewoon twee boekjes voor filosofie. Dat is echt hartstikke leuk. Dan Frans. Ik heb 4 jaar lang dezelfde methode gehad. En nu heb ik deze methode. En die is nieuw voor mij, maar dat maakt niet uit. Het zal vast prima zijn. En bij Frans ligt het er echt altijd aan of het leuk is aan de docent. En ja, dan ben ik heel erg benieuwd of ik volgend jaar een leuke docent krijg of een wat mindere docent. Het boek wat ik voor filosofie heb gekregen is volgens mij precies dezelfde als vorig jaar. Dus dat is wel grappig, want daar heb ik al wat meer in zitten lezen vorige jaren. Als je dan tijdens de les wat minder te doen hebt, kan je dat altijd doen voor de mensen die de echte nerd zijn onder ons. Maar dat is dus wel echt leuk dat je ditzelfde boek weer hebt. Dan een antwoordenboekje is altijd handig. Alleen het nadeel is dat de halve klas het altijd gaat overschrijven. Of dat is juist een voordeel. Het handige is wel dat als je het heel erg warm hebt, dan kan je hem wel altijd gebruiken. Dus dat scheelt wel weer. Dat is het handige aan de echte biologieboeken. Op mijn werkboek van Frans staat dus niet of je mag houden of niet mag houden. Dus de tip aan iedereen is altijd dat als je een boek niet mag houden, dan er ook nog niet in schrijven. Of als je niet zeker weet of je het mag houden, want anders kost dat je echt heel veel geld. Wiskunde ligt zelf ook altijd een beetje aan de docent. De docent van vorig jaar is verhuisd, dus die heb ik niet meer. En meestal heb je wel een beetje tussen de 4e en 5e klas dat je ongeveer dezelfde docenten blijft behouden. Maar voor wiskunde hou ik dus in ieder geval niet dezelfde docent. Dus dat is best wel jammer, want het is altijd handig dat een docent weet welk niveau je hebt voordat je een jaar begint. Zodat die docenten ook meteen weten van, oké, Harmen kan dit en Harmen kan dit niet. Nou, bij wiskunde kan ik het meeste niet, maar dat zullen de docenten al snel genoeg begrijpen, gelukkig. En dan heb je hier ook precies nog zo'n antwoordenboekje van. En dat is altijd wel handig als het gewoon zo komt. Want het is altijd heel irritant als je online de antwoorden hebt. En dan is dit echt een stuk makkelijker. Dus dit raad ik altijd iedereen aan, dat als je echt alleen online de antwoorden hebt, dan kan je deze nog altijd bijbestellen. En dat is wel echt altijd een stuk handiger. En dan heb je bij aardrijkskunde altijd 4 of 5 boeken. En dat is dan altijd wel een stuk lastiger. Want je wil natuurlijk niet op de allereerste schooldag met 4 boeken naar school komen, want dit is echt al heel erg zwaar. Dus ik zou altijd aanraden dat je in ieder geval de eerste dag goed kijkt naar magister welk boek er precies nodig is. Ze hebben ook allemaal een andere kleur, dus daar zijn ze makkelijk aan te herkennen. Behalve als je ze kaft natuurlijk, dan zijn ze een stuk minder te herkennen, dus daar moet je dan even goed over na gaan denken. En dan heb je tot slot altijd een biologiewerkboek. Nee, een biologie-lesboek. Dat er altijd uitziet alsof het echt een naslagwerk is. Want zo'n boek kan er nooit meer heel uitzien. Dan merk je al meteen dat de kanten zijn allemaal met tape bijgewerkt. En altijd, ook al bewaar je hem zo net mogelijk, aan het eind van het jaar krijg je altijd te horen dat je hiervoor bij moet betalen. Omdat die niet netjes onderhouden is. Dus dat is altijd heel erg stom bij biologie. Dan moet je nog altijd boeken kaften. Tenminste, het is volgens mij niet verplicht. Maar het is heel handig om ze netjes te houden en om te herkennen van dit zijn mijn boeken. Ik gebruik daarvoor meestal herrekbare kaften, wat best wel handig is. Alleen vaak heb je vooral bij de aardrijkskunde boeken, dat omdat deze kaft van het boek zelf zo ongelooflijk dun is, dat als je er een rekbare kaft omheen doet, dat de hoeken dan om gaan vouwen en daar moet je dan extra voor betalen. Dus ik zou altijd zeggen, deze kan je nog altijd met kaftpapier doen of je kan ze niet doen. En dan proberen er gewoon heel voorzichtig mee te zijn. Dan onderhoud je ze nog altijd beter dan als je er zo'n kaft omheen doet. Dus daar moet je echt goed op letten. Altijd als Iddink je boeken gaat bezorgen, krijg je dit papier daarbij. En op dit papier is het wel heel handig, want daarop zie je welke boeken je gekregen hebt. Zie je van welke boeken er op internet ook een heel boek staat. Dus dan kan je beslissen of je die op je laptop wil of het hele boek nog mee wil nemen. En je ziet dat het helemaal onderaan dan nog staan hoeveel boeken je nog nageleverd krijgt. Dus hoeveel je er op school nog krijgt. Voor mij krijg ik er dus nog 1 op school. En dan zeggen ze, vandaag zijn er 13 artikelen bij je geleverd. En dan geef ik iedereen nog altijd de tip, tel je boeken even na. Want het is heel vervelend als Iddink dus heeft gezegd van, we hebben jou de boeken bezorgd. Maar dat niet zo is, dan moet je er altijd snel achteraan bellen. Dat zijn 13 artikelen, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12 en mijn laatste 13. Dus ik heb inderdaad 13 ontvangen. En dat is dus meteen goed. Dan hoef je daar ook niet meer op nalevering te gaan bellen. En dan krijg je er waarschijnlijk alleen nog de ene op school dus. Op dit boek kan ik dus wel meteen mijn naam schrijven, want die mag ik houden. En dan is het ook handig om je naam er meteen op de eerste dag al op te hebben. Want iedereen heeft dit boek dan waarschijnlijk niet gekaft, omdat je mag houden. En dan is het heel stom als je dan een boek van een ander meeneemt, terwijl je zelf al verder bent of minder ver bent, dat je er niks van leert. Dus altijd meteen als je er één mag houden, en dat staat er dan achterop, meteen altijd even erop schrijven. En dan zijn er nog altijd andere handige dingen die je mee kan nemen naar school. Als je wiskunde hebt is het altijd handig geodriehoek. Want die dingen die breken heel vaak. En is het goed als je er altijd 1 extra bij je hebt. Dat heb ik dus. Grafische rekenmachine met oplader. Want je wil natuurlijk niet dat midden in je toets dit ding uitvalt en niemand een oplader heeft. En meestal willen mensen die ook niet heel graag voor een toets aan jou lenen. Dus altijd bij je hebben. Dan zou ik altijd aanraden, mensen neem een doosje mee met je de rekenmachines en al dat soort dingen erin. Want je hebt vaak bij een etui nog wel dat als die heel erg hard valt, dat je dan bijvoorbeeld een rekenmachine beschadigt. En in een doosje gebeurt dat nooit, want dan beschadig je het doosje zelf, maar niet de inhoud. En de punten van je potlood breken dan bijvoorbeeld niet. Dat is heel fijn. Zorg dus altijd dat je bij je hebt ook een normale rekenmachine. Bij sommige toetsen wordt deze niet goedgekeurd, omdat je hier formules in kan opslaan en dan moet je deze bij je hebben. Dit zijn dingen die na 6 jaar nog wel eens kunnen uitvallen. Dus het is altijd handig dat je er thuis, als je een grote broer of een zus hebt, nog altijd 1 extra heb. Ik zou als je enigszins kind bent er niet per se 1 extra bestellen. Maar ze zijn ook vaak te koop bij Albert Heijn of bij Action. Daar hebben ze deze dingen ook altijd wel. Koop ze niet online, want dan zijn ze 20 euro duurder. Bij de Action hebben ze een stuk goedkoper. Dan zeg ik altijd echt genoeg pennen. Pennen zijn altijd belangrijk, want heel vaak willen mensen je er een van je lenen, of dan heb je er niet meer genoeg, dan zijn er een paar lek, of dat soort dingen. Zorg altijd dat je er genoeg bij hebt. Misschien is 100 een beetje overdreven, dat heb ik ook niet, maar verder handig, potlood en gum. Een potlood, bij sommige dingen van wiskunde mag je alleen met potlood schrijven. En als je dan met pen gaat schrijven, heb je alleen omdat je met pen schrijft minpunten. En dat wil niemand. En tot slot altijd handig een schaar. Je wil echt niet weten hoe vaak je een schaar nodig hebt, terwijl het nergens staat dat je het nodig hebt. Dus neem hem altijd mee. Dat is heel belangrijk. Verder is een rode pen nog altijd handig. Met een rode pen kan je dingen opschrijven en dan maak je veel handiger aantekeningen. Want rood valt meer op dan blauw, waar je de rest van je schrift mee hebt volgeschreven. Met rood kan je antwoorden controleren. Met rood kan je antwoordenboekjes overschrijven. Dat zou ik trouwens niet doen. Maar rood is dus ook altijd handig om bij je te hebben. Dat is wel echt wat ik tenminste altijd doe. Verder is dit een laptophoes. En een laptophoes is altijd heel handig. Ik heb mijn laptop tot nu toe 2 keer stuk laten vallen. En dat is minder handig. Dus neem een laptophoes mee, want dan gaat hij echt 3 keer zo minder snel kapot. En tot slot heb ik nog een paar extra dingen die altijd handig zijn. Bijvoorbeeld een headset. Een headset is altijd handig. Je hoeft niet per se, je kan ook koptelefoon hebben. Ook oortjes zelfs of AirPods. Maar ik zou altijd zeggen koptelefoon, want dat vind ik zelf het fijnst zitten. Want dan kan je soms tijdens een les even afzonderen als je zelf bijvoorbeeld wiskunde maakt. En in de onderbouw kunnen docenten nog wel eens zeggen dat dat echt niet de bedoeling is. Maar in de bovenbouw zeggen docenten vaak wat chiller van... Ja hoor, je mag nu wel even je koptelefoon opzetten en even een muziekje luisteren terwijl je de opgave maakt. En dat maak je een stuk relaxter tijdens wiskunde of zo, dat je al die stomme opdrachten moet maken. Dus dat zou ik sowieso ook heel erg aanraden. En dan ga ik hiermee waarschijnlijk een hoofd mensen nog even tot het hoofd stoten. Maar neem een boek mee. Dan denk je, ik heb alleen maar boeken mee naar school. Maar gewoon een boek meenemen waar je in leest is soms echt heel fijn. Want je kan altijd op je mobiel bezig zijn met dingen. Maar dat is ook wel uiteindelijk, daar kan je hoofdpijn van krijgen. Dat heb ik tenminste, maar ik weet niet of anderen dat herkennen. En soms is het ook gewoon lekker om je op één ding te kunnen concentreren. Docenten hebben altijd liever dat je een boek aan het lezen bent als je even niet meedoet aan de les, dan dat je op je mobiel zit te appen. Dus mocht je een beetje van lezen houden, zou ik altijd een boek meenemen naar school. En dat is dan wel een beetje alles wat ik jullie aanraad. Als je een boek mee hebt, is het leuk voor in de pauze. Een headset handig voor de lessen. Geodriehoek, rekenmachine, schaar, rood, blauw, pen. Dat zijn alle dingen die ik jullie aanraad. En heel erg bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze Back to School aflevering van Frodo Reageert. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben met de gastheer Harmen Frodo. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer bij de volgende video. Tot later! Wat voor de uitslag van Wie 2020? Ja, niemand weet het. Maar ik stem op jou. En dan wil ik jullie ondertussen heel erg bedanken voor het kijken naar deze livestream. Half uur was eigenlijk al voorbij. Ik hoop jullie morgen weer terug te zien in deze maand dat er dagelijks uploads zijn. Iets wat best wel heel ingewikkeld is en heel veel tijd vergt. En ik moet nog even een videootje opnemen voor morgen. Dus ik zie jullie allemaal bij de volgende video, livestream. En dan zie ik je later weer. Koop Jetter Merch. En tot de volgende keer.